Je ziet ze veel staan langs de kant van de weg, kuddes met schapen. Maar wat je dan weer niet ziet, is dat daar een schaapsherder bij hoort die daar dag in dag uit mee bezig is. Maar hoe ziet het leven van zo'n schaapsherder er nou uit? Om erachter te komen loop ik vandaag mee met schaapsherder Huug Hagehoort en zijn kudde. Miles in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus. Huug, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Hi. In de kooi en welkom bij de kudde. Ik zie een hoop wol, maar geen schapen. Nou ja, dit is het overblijfsel van het scheerfeest. En ja, ik hoop dat we zo meteen toch nog even naar de schapen toe kunnen. En dan zo voor jou eens een hele goede aspirant schaapsherder gaan maken. Maar ze hebben dus pas van een jasje uitgedaan. We scheren altijd een beetje rond de langste dag, dus rond 21 juni. En we hebben er goed 500 hebben de jas uitgedaan. Dus, Hoeveel schapen heb je? We hebben nu kleine groot 700 schapen. Dus, en we hebben 500 volwassen dieren. En waar lopen ze nu? Ze lopen een beetje verdeeld over een paar kuddes. We hebben een kudde in de Biesbos en een kudde in de Alblasser Waard. En we hebben nog een aantal groepen gerasterd lopen, omdat er op dit moment zoveel gras is. En met een kleine kudde is het nog te doen. En we gaan op pad vandaag dus? We gaan aan de wandel en we zullen eerst ze verplaatsen, een kilometer of 2, 3. En dan gaan we met de jongelui aan het grazen. Jongelui, kom. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words out, I'll up and run on to you. Wie zijn dit? Dit is Mac. Gwen. Hoog. En Gwen. Zijn halfzusjes van elkaar. Zijn van dezelfde moeder. Zit alleen 3 jaar verschil. Oké. En zij helpen vandaag bij het... Zij mogen vandaag helpen, ja. Oké. Heb je ze moeten trainen dan? Die... Ik heb ze zijn alle twee hier gefokt. Dus ik heb ze alle twee, wat ze nu kunnen, heb ik geprobeerd bij te brengen. Dus, hopen dat ze me niet in de steek laten vandaag. Zat er niet. Maar dan heb ik altijd jou nog om erachteraan te rennen. Ja. Of je daar wat aan hebt, is het tweede. Ja, we gaan het gewoon proberen. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus steal you. Ooh, you. Kijk, een echte stok. Je moet gewoon wennen aan lopen met zo'n stok. Ja, man. Kijk, even oefenen, hè? Ja. In het bejaardenhuis. Weer. Weer. Welkom. Mooi gezicht, zeg. Lijkt dat. Nou, de hondjes hebben er zin in ieder geval. Nou, wij. Ja, ik ook hoor. Ja, wee. Want je stuurt de honden aan in het Engels, hoor ik. Ja, wij sturen ze aan in het Engels. Alleen, we hebben eigenlijk een systeem, we hebben 8 honden. En dan, de helft staat op het Nederlands en de helft staat op het Engels. Waarom dat ik dat doe? We waren thuis met z'n vijven. Mijn moeder riep eerst de naam van alle 5 kinderen en dan de naam van de goeie. Ik denk, dat wordt hem niet. Ik ga geen naam noemen van honden. Ik ga ze in 2 groepen doen, in het Nederlands en in het Engels. Komt u maar, dames. Is net echt, hè, dit? Hoe zien jouw dagen er nou uit? Ja, zeg maar, 's ochtends om 8:30 beginnen met lopen. Tot 5, 6. En dan gewoon 7 dagen in de week. En dan 's avonds vaak nog eventjes hier controleren, daar controleren. Omdat we dus ook weer nog wat kawaitjes bij hebben zitten met kleine groepen. Ja, en lichamelijk is dat allemaal gaat prima? Maar luister, de ene dag sta je wat makkelijker op als de andere. Maar ja, het is net als met getrouwd zijn. De ene dag valt het mee, de andere dag valt het tegen. Dus, nou, maar luister, je hebt hiervoor gekozen en dan moet je het gewoon goed doen en klaar. Jij treft het vandaag met mooi weer, dus het is vandaag een dag romantiek. Maar dan moet je nog maar eens een keer, als je fulltime schaapsherder wil komen, wil worden, moet je maar eens een week komen als het heel de week regent. Dan ja, dat is best aanpoten. Nou ja, aanpoten is het, blijft hetzelfde,
Maar de ambitie gaat er wat uit als je een week in de regen loopt. Mijn vader zei altijd van jongen leer toch een vak. En als ik dan een week in de regen loop, ja, en dan denk ik van nou, misschien heeft die ouwe toch wel een keer gelijk gehad dat ik toch misschien nog beter een vak had kunnen leren. Dus vandaar, want een week in de regen, daar word je niet echt enthousiast van. Kom bij. Kom bij. Ze worden ongeduldig. Hey, kom bij. Ja, terug. Hey, kom bij. Stelletje flikkers. Hey, look back. Kom maar. Lopen, kom aan. Ik moet wel een beetje helpen, hè? Kom aan. Steeds een beetje beter. Hey, look back. Hier. Een leven zonder schapen, is dat nog voor te stellen? Oh, moeilijk, moeilijk. Je bent er 7 dagen in de week mee bezig, 52 weken in het jaar. En je zeggen wel, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Maar hoe lang kan je dit nog blijven doen? Oh, ik ben in januari 65 geworden, dus ik moet nog wel een paar jaar mee. Dus ik heb me voorlopig nog voor 10 jaar opstaan. Dus, En de toekomst? Ja. Heb je kinderen om het aan over te dragen? Nee. Mijn oudste zoon die zit in de computers en mijn dochter die zit in het pastorale werk. Dus die hebben geen van tweeën ambitie om het over te nemen. Dat is wel jammer, denk ik. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook eerlijk. Ja, hoe vaak zie je niet dat de bedrijven misgaat. Ja, omdat het naar de zoon over moet, terwijl de zoon er helemaal, of de dochter er helemaal geen ambitie mee heeft. Ja, en dan met de petten aan gooien en dan ben je het ook kwijt. En dan zie je het ook, heb je het overgedaan, dan zie je het ook onder je handen toe weggaan. En dan kan je beter zeggen, maar dan doe ik het nog 10 jaar en dan zie ik wel weer. Zo. Dat was hem weer. Ja, einde oefening. Denk het een beetje goed als hulpherder? Als hulpherder. Laten we het positief inzien. Laten we zeggen een 6 plus. Dus, daar doe ik het voor. Voor een herhaling vatbaar. Ik vond het leuk.